Korpschef Henk van Essen neemt afscheid... in een tijd dat de politie steeds verder onder druk staat. Protesterende boeren, klimaatactivisten op de snelweg... de moord op Peter R. De Vries... en de steeds verder toenemende impact van de zware criminaliteit. Het kwam allemaal op zijn bordje. En dus is hier aan tafel korpschef Henk van Essen. Meneer van Essen, ja, welkom. Dank u. Uh, ik kijk even naar mijn blaadje. Naar mijn, uh, mijn blaadje. Uh, gisteravond stonden er weer boeren... Op de afsluitdijk, gisteren klimaatactivisten bij de A12. Had u een déjà vu? Nou, als u bedoelt uh, dat ik de gedachten zou hebben, dan gaan we weer. Dat maar bedoel dat, ik? Ja, dat, dat had ik wel, ja. Kijk, uh, uh, demonstraties een grondrecht. Uh, dat hebben wij te faciliteren. Maar het kost. Ongelooflijk veel politiecapaciteit. Hoeveel kost het u? Nou, Als ik een voorbeeld geef, ik heb daar uh, nog even navraag naar gedaan. Als u weet dat we gisteren bij de demonstratie van XR in Den Haag meer dan 300 agenten hebben ingezet. En om maar even een, uh, dat beeld te zeggen: dat zijn, is de omvang van twee wijkteams. Ja, dat die agent had ik het liefst, en dat hadden ze zelf denk ik ook het liefst, uh, ergens anders ingezet in de wijk. Hmm. Uh, Zrabbare uh, uh, feiten oplossen. Uh, aanwezig zijn, benaderbaar, zichtbaar, daar gaat het allemaal te kosten van. En die demonstraties die lijken onschuldig, maar die zijn wel degelijk maatschappelijk ontwrichtend. Waarom zijn ze maatschappelijk ontwrichtend? Nou, omdat je denk ik, uh, um, laten we zeggen, echt blokkeert en gewoon het vrije verkeer uh, in de weg zit. Het vraagt heel veel politiecapaciteit. Waardoor wij dus niet in die wijk aanwezig zijn, ander werk niet doen, en daar betalen we aan het eind uh, uh, uiteindelijk toch de prijs voor. Kijk, politie... Welke prijs betalen we daar dan nou, voor? Een van de kerntaken van de politie is onder andere preventie. Een oog- en hoofdfunctie in de wijk. Zichtbaar zijn. En als je dat niet bent, en dat staat al onder druk... door onze capaciteitsproblematiek, en je doet die inzet om... en dat zeg ik nogmaals, het grondrecht van de demonstratie uh, uh, ook te faciliteren... ja, dan kun je dat... Die tijd niet aan andere zaken besteden. En in die zin denk ik wel eens: kijk, het Malivel is ook een prachtige plek om te demonstreren. Dat is 30 meter verderop. Ja. En waarom nou deze vorm kiezen? Nou, u heeft het nu over XR. Daar waren 300 uh, van uw mensen op de been. Uh, geldt dat ook voor uh, de boerenprotesten, bijvoorbeeld Afsluitdijk of, of de grensovergang? Hetzelfde uh, gisteren. Hoeveel mensen had u daarvoor uh, nodig? Daar heb ik geen navraag naar gedaan, maar er zijn ongetwijfeld tientallen agenten geweest. Mm -hmm. En nogmaals, het, het lijkt zo onschuldig, maar wij doen dat en dat hebben we te doen, dus dat blijven we ook doen. Maar eh, waar, wij, eh, waar ik de aandacht voor vraag, is dat dat ander politiewerk verdringt. Eh, ten koste gaat van, zeg ik wel eens. En daar leg ik de nadruk op, omdat wij een politie zijn in Nederland die niet zozeer. Repressief opereren, dat is ook een kerntaak. Opsporen. Maar we hebben ook hele andere taken. En eh, preventie is een belangrijke taak. Ik zeg altijd: veiligheid vergroten begint met preventie. Hmm. En daar heb je. Uh, uh... Een, een politie voor nodig die in die wijk aanwezig is, die signalen oppakt, een oog- en oorfunctie vervult. En dat staat onder de. Dat kunt u nu niet doen. Um, BBB voor mevrouw Caroline van der Plas, die kreeg de laatste dagen kritiek omdat ze zich niet openlijk genoeg, volgens haar critici dan, distancieerde van Farmers Defence Force. Uh, maar zij stelde eerder al bij WNL over de blokkades: alles wat strafbaar is, is strafbaar en moet gehandhaafd worden. Maar ik snap de boeren. Had u er niet meer aan gehad als zij had gezegd: ga van die snelweg af? Ja, dat zeker. ik. Ik zeg het net: hè. Het, het werkt ontwrichtend. Maakt ze haar uw werk dan moeilijker? Nou, ik, wat ik uh, de, eigenlijk van die tweet hè, van, uh, uh, die, die gedaan is... kijk, dat hebben we in corona zien opkomen. Via social media uh, mensen intimideren, uh, bedreigen. Uh, dat is een fenomeen geworden. Dat hebben mijn collega's ook mee te maken. Wij noemen dat doxing. Maar ik vind dat echt onwenselijk. En ik vind dat je daar afstand voor te nemen. En, als, uh, politicus. Uh, als politicus? Als politicus. Nou, iedereen had... in de samenleving. Ja, ik vind dat een... je van intimiderende tweets... Ja. Uh, dat is schadelijk ook voor de veiligheid en het vertrouwen van de rest van de samenleving... dat je daar afstand voor van moet nemen. En ja, natuurlijk helpt het als wij ook vanuit de politiek een oproep doen om uh, um dit soort acties te voorkomen. Kijk, de samenleving kent vele problemen. De boeren, klimaat, uh, de toeslagaffaire, uh, Groningen, er zijn heel veel problemen. Uh, die kan de politie niet oplossen. Ik zeg altijd, er zijn problemen van de politiek, van de samenleving. Maar zolang dat door blijft Modderen, als ik het mm. woord mag gebruiken, wordt het ook politieproblemen. Wij worden geacht al die onvrede, dat maatschappelijk ongenoegen, nou, in goede banen te leiden. We zijn het eerste gezicht van de overheid. Mm. Dat doen we ook. Maar er zijn ook genoeg collega's die daar in hun privéleven ook mee geconfronteerd worden. Heb ik... Wat bedoelt u? Nou, er zijn ook mensen vanuit de boerenfamilie bij ons. Er zijn ook mensen die een opvatting hebben over de klimaatpolitiek. Uh, en die trekken het uniform aan en gaan dan toch het werk doen wat van hen verwacht uh, mm. mag worden. Neutraal. Daar heb ik grote bewondering voor. Maar nogmaals, en dat is dan toch een. Mijn boodschap hier vandaag: het gaat de kosten van ander politiewerk. Ja, maar als ik u ook goed hoor, zegt u eigenlijk ik word daarin niet altijd erg geholpen door de politici in Den Haag. Nou, uh, uh, wat wij wel een oproep hebben gedaan, ook aan de politiek, is: ga in gesprek met uh, de klimaatdemonstranten. Uh, ga in gesprek met de boeren. Ga in gesprek. Kijk, nogmaals, wij kunnen als politie die problemen niet oplossen. Uh, en ik denk dat het van belang is dat je de verbinding aanga aangaat, het gesprek nee. aangaat. Als Nederlandse burgers het gevoel hebben, en dat hebben sommigen, dat ze zich tegen de eigen overheid moeten beschermen, ja, dat is gewoon niet goed. Daar moet op geïnvesteerd worden. Ik hoop ook dat in de formatietafel de aandacht voor is. Nee. en de tot die tijd. Zullen wij ons werk blijven doen? Zullen we demonstraties begeleiden? Uh, maar ik hoop echt dat het uh, toch een, uh, een stukje minder wordt. Ja. Ja, we zitten nu in informatie. Ik noemde hem net al. Dat gaat niet helemaal lekker, geloof ik. Maar een van de onderwerpen die daar wordt besproken, werd besproken was de rechtsstaat. In de beroepscode van de politie staat. De politie is waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat. Over die waarden is onderhandeld. Hoe zorgelijk is dat? Nou, ik weet niet waarover onderhandeld is. En uh, mijn persoonlijke mening is dat je, wat mij betreft, niet heel lang over grondrechten hoeft te onderhandelen. Uh, kijk, we leven in een democratie. Uh, wij staan voor die waarde van de rechtsstaat. Aan heel veel politiebureaus hangt aan de muur artikel 1 van de grondwet. Wij zullen ons werk blijven doen. En in een democratische samenleving uh, uh, heb je ook minderheden te beschermen. Wij zullen zonder onderscheid van uh, despersoons ons werk doen. Dat is van belang. Maar wat er exact besproken is, weet ik ook niet. Maakt het uw werk lastiger? Nou, uh, de, de, uh, uh, dat is afhankelijk van de uitkomst. Mm. Uh, maar uh, mijn boodschap blijft dat. Met uh, missiestatement noemen wij dat waakzaam. Dus met dienstbaar staan wij voor de waarde van de rechtsstaat. Dat is een wat abstract uh, begrip. Dat hebben we ook vertaald naar de collega's op straat. We willen beschermen, begrenzen, bekrachtigen. Uh, dat blijven we doen. En uh, als basis uh, gelden daar de grondrechten voor. Met als eerste grondrecht, uh, artikel 1. Is dat ook wat u ze op het hart zou willen drukken? Nou, wie, uh, mijn collega. Sowieso... Ja, graag. Ja, ja, ja maar dat lijkt me overbodig om dat te doen. Dan kan toch niet waar zijn dat over die grondrechten omhandeld wordt. Ja. We gaan even naar uw organisatie, naar de politie. Uh, want um, ik begrijp dat een termijn voor een korpschef zes jaar is. En die maakt u niet helemaal vol. Maar u bent niet de eerste, want uw voorgangers maakten hem ook al niet vol. En toen dacht ik toch, is die termijn gewoon te lang bedacht? Of is de baan heel zwaar? Nou, dat zijn meerdere vragen. En uh, uh, ik had sowieso de afspraak gemaakt toen ik korpsje werd... dat ik dat voor een relatief korte tijd zou doen. Ik zit al ah. bijna tien jaar in de korpsleiding. Maar ook mijn voorgangers hebben dat uh, ruim vier... Net vier jaar, ruim vier jaar gedaan. En, uh, en of zes jaar een uh, goede termijn is, en dat zal de toekomst uitwijzen. En ja, het is wel een functie die uh, zijn uitdagingen kent. Dus uh, uh, ik zou het. Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Mijn voorganger zei het is de mooiste hondenbaan van uh, Nederland. Ja, u zei zelfs, uh, las ik in de krant, uh, je hebt twee mooie dagen bij deze functie. Bij het aantreden en uh, de dag van uw vertrek. En toen ja. dacht ik wel, is het zo erg? Nee, dat is natuurlijk toch een beetje een satirische opmerking... en ik ga met veel plezier naar mijn werk en ik geniet er ook van. Maar het is wel zo dat als je als eindverantwoordelijke van deze organisatie... als er dingen misgaan, niet goed gaan, dan ben jij toch degene die vooruitstapt. Dan ben je toch het boegbeeld en ben je degene die figuurlijk de klappen opvangt. De echte klappen vangen mijn collega's op. En als er successen te vertellen zijn, ja, dan gun je de collega's het podium. Dat is toch een beetje inherent aan het zijn van eindverantwoordelijke. Ja, en in deze functie sta je ook altijd aan... Ook in mijn vakanties. Uh, uh, het is geen 95 5 baan. Dus in die zin vraagt de functie veel. Maar ik doe het met veel plezier. Mm. En uh, nou ja, er is de tijd voor komen en de tijd voor gaan. Maar ik heb ook gezegd, na tien jaar is het goed dat een nieuwe generatie uh, het stokje overneemt. Het overneemt. Ja. U zei al, hè, er, is, er kwam veel op uw bordje. Dat, dat zei ik ook al in de aankondigingstekst. Er zijn grote successen geboekt. Uh, onder meer communicatie, methodes en onderschept. Uh, maar er, is ook, uh, ja, er gaat ook veel mis. We zagen ook net het journaal. Het waren allemaal politieitems. Um, op dit moment doet de politie bijvoorbeeld onderzoek naar een grote explosie in Rotterdam. Mm -hmm. Daar is een verdachte aangehouden. Uh, ik las ook zomaar een berichtje over een woonwijk in Alkmaar. Uh, in Alkmaar, provinciestad, veiligheidsrisicogebied. Mm -hmm. Kunt u zich voorstellen dat burgers zich niet meer veilig voelen door al die explosies? Ja, zeker. Dat, dat kan ik. Laat ik vooropstellen dat u noemt een aantal grote successen... maar ik vind toch het grootste succes nog steeds... dat de burger een heel groot vertrouwen in ons politie heeft. Dat is al jaren stabiel en heel uh, uh, hoog. Dat we het toch graag bedoemd hebben. Dat vind ik een van de successen. Maar terug naar uw vraag. Het is inderdaad zo dat uh, als zo'n explosie in jouw straat plaatsvindt... dan doet dat iets met je veiligheidsgevoel. Ja. En daar, dat is wel he, het voorbeeld waar de... Onderwereld uh, samenkomt met de bovenwereld. Het kenmerk van uh, ondermijning vind ik altijd: als de onderwereld verweven raakt met die bovenwereld. Dat doet iets met veiligheidsgevoel. We ja. investeren er ook heel veel in. We hebben heel veel explosies, maar we hebben bijna net zoveel verdachten aangehouden. Alleen met, daarmee los je het probleem niet op. Die verdachten zijn vaak de uitvoerders, jonge mensen, onlangs mensen van 14, 15 jaar, maar die zijn ook heel makkelijk vervangbaar. Het gaat natuurlijk om de op uh, om de pro onderliggende problematiek. Nou, daar moet je ook op investeren. Wat is die onderliggende problematiek? Nou, heel veel van die explosieven hebben te maken met de drugscriminaliteit. Niet alleen hoor. er zijn ook wel andere argumenten, maar toch verreweg het meer. Dat het met die drugscriminaliteit te maken, met die onderwereld. En, uh, en ja, daar moet je tegen blijven uh, 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 vechten. Blijven blijven strijden. Uh, repressie is daarbij een belangrijk middel. Opsporen, maar niet het enige middel. Uh, ik denk dat het net zo van belang is om preventie te plegen. Hè? Als je hoort dat heel veel jeugdigen daarin stappen, dan is toch de vraag hoe we voorkomen dat jeugdigen dit soort activiteiten gaan doen. En kunnen u die vraag beantwoorden? Hoe voorkom je dat? Nou, daar hebben we zeker een opvatting over. Kijk, de jeugdcriminaliteit die daalt uh, al enige tijd. Ja. Maar wat je wel ziet, is dat het. Het instapdelict, dus het delict, het feit waarmee, zij, waarmee wij geconfronteerd worden, steeds zwaarder wordt, steeds gewelddadiger wordt. En je ziet ook dat uh, geweld onder jeugdigen verheerlijkt wordt, hè, de drulwebs. je ziet op social media uh, daar uh, hele gesprekken over ze bedreigen elkaar ook. Wat weer leidt tot een soort spiraal, dan moet ik me ook bewapenen. En uh, er is vorige week een rapport uitgekomen over uh, liquidaties, en dat, daar ligt men een relatie naar de jeugd. En uh, een van de belangrijkste kenmerken is dat je jeugdcriminaliteit... niet alleen door repressie, maar ook door preventie... en daar komt die vroegsignalering, vroegtijdig signalering aan, aanpakt. En dat betekent, als je daar een vuist tegen wil maken, dat je jeugdige... Toekomstperspectief moet uh, bieden. Ja. Dat, daar speelt de politie een rol in, maar daar speelden ouders, scholen, jeugdwerk, jeugdzorg een rol in. Schoolverzuim is bijvoorbeeld een heel belangrijk symptoom dat er iets niet goed is. En daar moet je al op willen ingrijpen. Dan kom ik weer op mijn opmerking: preventie, vroeg zien je ja. daar moet je in investeren. Daar, daar is de politie, de wijkagent, een belangrijke rol in, maar veel meer partijen. En het gaat er uiteindelijk om dat je. Uh, uh, perspectief biedt, rolmodellen creëert, positieve rolmodellen, dat je de ouders erbij betrekt. Dat maakt dat je iets creëert waarin je iets kan doen aan de jeugdcriminaliteit en in de hoop dat mensen niet afglijden naar, uh, de, uh, naar de jeugdcriminaliteit. Want de Misdaad loopt niet. Ik, ik vroeg u net: van, is het gek dat mensen zich niet veilig voelen? Dat is natuurlijk een uh, subjectief iets. Maar er zijn nu zoveel explosies dat je je inmiddels kunt afvragen of mensen veilig zijn. Wat kunt u daarover zeggen? Uh, nou. Ja, dat, kijk, je ziet dat die explosies, die vinden vaak midden in de nacht plaats. En zijn er niet zozeer opgericht om heel veel slachtoffers te maken, maar veel om te intimideren, te bedreigen, een boodschap af te geven. Uh, uh, dat is even een hele korte zakelijke ja. analyse. Maar dat doet niks af aan het feit dat als je daarnaast woont of in die straat woont, dat je je onveilig voelt. Ja. Dus daar doe ik niks, niks aan af. Ja, en het veiligheidsgevoel in Nederland is nog steeds uh, uh, groot. Hoop. Maar staat dat dan niet onder druk met dit? Uh, nou ja, in die straten en wijken Absoluut. wel natuurlijk. He, ja. Dat heeft het effect. Maar ik mag, ik. Kijk ook over het totale Nederland. Daar ben ik daar toch wat positiever over. En nogmaals, die explosies die worden aangepakt. Daar laat ik daar geen misverstand over laten bestaan. Daar wordt onderzoek naar gedaan. En we pakken ook heel veel daders. Maar ik zei het net al, het gaat. Preventie is essentieel. Ja, het onderdeel dat zich bezighoudt met zware criminaliteit is de landelijke eenheid. Dat is een en van niet de niet moeilijke dossiers die bij u op uw bord kwam toen u aantrad. Uh, dat lag er al, maar er kwam nog meer: nee. uh, kritische rapporten, onveilig werkklimaat. Uh, de leiding was niet goed. Drie werknemers die uh, helaas uit het leven zijn gestapt. En, en die Minister van Justitie zei het moet anders. Kunt u zeggen het is nu anders? Ja, laat ik vooropstellen dat er eh, ingrijpende incidenten hebben plaatsgevonden eh, en, de, en zeker voor de nabestaanden, voor de naaste collega's dat heeft ook mij geraakt. Eh, dat is buitengewoon eh, triest. Eh, er is een commissie snijders geweest, die heeft erover geadviseerd en die gaf onder andere aan dat er iets in de structuur moest gebeuren... maar ook iets met cultuur en ja. leiderschap. Nou, de eerste stap is gezet. Uh, de landelijke eenheid uh, die is gesplitst. Dat was ook een aanbeveling. Kring per januari. Twee ja, per ja. 1 januari van dit jaar is dat formeel een feit. Maar ja, dat is eigenlijk de eerste stap. Hè? Je moet nu verder bouwen aan twee eenheden. En alleen de structuur is niet de oplossing. Het gaat ook over cultuur. Het gaat ook over leiderschap. Laat ik daar één punt van noemen. Als ik, uh, ja. Kijk, uh, uh, politiewerk is voor een groot gedeelte nog mensenwerk. En die hebben Dienen aandacht. En bij de Strat van de Nationale Politie hadden wij bijvoorbeeld teams gebouwd met één leidinggevende en 60 medewerkers, 70 medewerkers. Dat gaat niet. Daar kan je onvoldoende aandacht aan besteden. Je hebt meer leidinggevenden nodig om dat te kunnen doen. Uh, dus dat is, dat is een belangrijke geef. Twee, we zijn gaan standaardiseren. Dat kon niet anders. 26 korpsen naar één ja. organisatie, 76.000 mensen. Het grote nadeel van standaardiseren is... dat je eigenlijk dat persoonlijk maatwerk... dat je dat nou ja, bijna onmogelijk maakt. Dat moet terug. Nou, daar zijn we ook druk mee bezig. Dat kost tijd. Dat ja. gaat niet vanzelf. Dat is nog dus niet het... klaar. Nee, nee, nee. Maar dat kost ook tijd. Uh, die structuur is één. Dan moet je verder bouwen. Maar er waren meer zaken waar we aan gingen werken. En nou, ik noemde net twee. Daar heb ik vertrouwen in. Het ja, is dan niet hard. jammer dat u het niet kan afmaken? Ja, maar kijk, uh, uh, politiewerk is nooit klaar... en organisatieontwikkeling is ook nooit klaar. We hebben prachtige uitdagingen nog over de hele digitalisering... cybercrime, internationalisering. Mijn opvolger, opvolgster, Jannie Knol, die komt uit het vak... daar ben ik buitengewoon trots op, Nou, die heeft nog uitdagingen genoeg. Ja, uh, een van de dingen die namelijk niet zo goed ging in de reorganisatie... was dat een van de leden van de commissie die hier moest toezien, Inge Brian... Zelf ook jarenlang werkzaam bij de politie. Die is opgestapt uit onvrede met de gang van zaken. Trekt u zich dat aan? Nou ja, even voor de goede orde. Inge Brein is onderdeel van de commissie. Die is opgestapt uit die commissie. En ik vind dat echt een zaak van de commissie. Uh, uh, de commissie Snijders adviseert ons. En die komt tot een oordeel. En de commissie Snijders is kritisch. Maar het eindoordeel van de commissie is dat we op de goede weg zijn. Nou, en ik weet niet precies wat zich in de, in de boezem van de commissie heeft afgespeeld. En ja, Inge Brian is een gewaardeerde collega geweest. Je kent de politieorganisatie ook. Ja. Ik ken dat persoonlijk ook. Dus uh, dat, dat blijft natuurlijk toch interessant om haar opvatting te weten. Maar uiteindelijk is het de commissie die oordeelt en heeft zij de keuze gemaakt daarom uit te stappen. Ik vind dat primair iets van uh, Inge en de commissie. Ja, de, onze redactie heeft met meerdere mensen gesproken. Uh, en zij zeggen. De politie is ook moeilijk te veranderen. Het is best wel een heel gesloten organisatie. Dus hoe verander je dan zo'n cultuur? Dit is natuurlijk iets waar meer organisaties mee worstelen. Maar hoe, hoe geldt dat dan bij u? Ja, kijk, daar wil ik toch twee dingen over zeggen. Want ik herken me gedeeltelijk in het beeld. Uh, wat wij zijn, herkent u? Nou, ge, nou, wat ik herken is dat we een organisatie... die uh, handhaaft wat er is. Nou ja, dan is het altijd lastig, hè? Uh, wij handhaven de openbare orde, de rechtsorde. En als je iets handhaaft, nou, dan beweeg je niet direct. Aan de andere kant, de wijkteams, de gebiedsgebonden teams... zijn van oudsher... Echt de ontwikkelplekken van de Nederlandse politie. Wij, wij bewegen mee met ontwikkelingen in de samenleving. En veranderingen bij de politie beginnen vaak in de wijkteams. Ik vind daar, dat daar wel degelijk er veel power zit. En veel veranderbereidheid. Maar op andere onderdelen gaat het niet vanzelf. En ook ik herken wel eens dat daarbij druk van buiten of toezicht van buiten of een luis in de pels. dat, uh, dat uh, ons helpt. Ja. En uh, nou ja, dat is een uh, gegeven. We zijn ook een hele grote organisatie. Ja. En ik vind. het tweede punt daarvan is dat. Kijk, we praten zo over gedragsverandering, over cultuurverandering. En dat is niet morgen uh, geregeld. Fokke Sukra die tekening even. En dan stond er een pijltje in het schema. En hier is de cultuurverandering bereikt. Zo werkt dat niet. Uh, en ik vind dat we daar nou op de goede weg mee zijn. We laten ons ook begeleiden. Ik vind ook dat de professional meer ruimte moet krijgen. Een van de belangrijkste uh, adviezen ook... zorg dat die professional meer ruimte krijgt. Dat niet elke verandering top-down gebeurt... maar dat die van onderop gebeurt. Wie weet beter hoe het beter kan dan de collega die het werk doet. Nou, dat vraagt... Uh... Nou, eh, energie, tijd, gaat niet vanzelf. Mm. Maar eh, ik ben wel trots op een organisatie die toch meebeweegt... naar wat er in de samenleving gebeurt. En dan hebben we het nog ineens over alles wat digitaal gebeurt. Ons high-tech crime team, top of the bill. Ja. Een van de meest vooruitstrevende moderne organisaties... als het gaat om cybercrime. Dus ja... We gaan ook ik dingen ik goed. Ook me zeggen. Heel veel, heel veel nou, dingen. Ik wilde tot slot nog wel even vragen: want deze mensen die wij allemaal gesproken hebben, die zeggen ook wel: ja, de politie krijgt ook wel echt wel heel veel op hun bord. Vanuit bijvoorbeeld Den Haag. Um, herkent u dat? Ja, ik heb zoveel eens gezegd, we zijn het Duizend Dingen-doekje. U zei net iets over het journaal, hè? Ja. wat er speelde: een aanrijding, een steekpartij. Uh, toevallig dit keer niks over personen met vat gedrag. Uh, kijk, er wordt op dit moment veel van de politie gevraagd. Te veel? Uh, uh, er ligt heel veel op ons botje. En dat vraagt twee dingen: we moeten investeren in de politie. Uh, in capacitaire zin, hmm. ook een oproep van mij altijd, maar we moeten ook investeren in andere methodes, in meer uh, digitalisering, gebruik maken van andere middelen. Meer uh, handen aan elkaar helpt, maar dat is gelet op de ontwikkeling in de arbeidsmarkt niet de enige oplossing. Dus aan ons wordt ook de vraag gesteld: en dan kom je weer op die verandering, kunnen we ons werk ook anders inrichten met behulp van meer digitale middelen, zodat we uiteindelijk effectiever worden, de veiligheid in de samenleving kunnen vergroten en dat er een politie is die het vertrouwen van de samenleving blijft halen. Ja. Duidelijk. Meneer van Essen, dank u wel. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een goed gesprek? Vergeet je dan niet te abonneren. Een like of een comment achter te laten kan natuurlijk ook. Oh ja, dit gebeurde er de vorige keer. That in terms of freedom of speech, there is nothing such the right not to be gehoord. There is something called the right to free speech. Mm.